Alex Pastoor staat tot nu toe 4 wedstrijden op de bank bij Almere City, maar won nog geen één van die 4 wedstrijden. En scoorde de laatste 3 wedstrijden geen enkele treffer met Almere City. Dat op bezoek is bij Dordrecht. De omstandigheden zijn slecht, maar de thuisploeg krijgt hier wel de eerste goede kans via Jari Schuurman. Pikant wel natuurlijk ook voor Dordrecht-trainer Michele Santoni, die in het seizoen 2018-2019 trainer was van Almere en toen nog even heel kort zelfs koploper was in de keukenkampioendivisie met Almere City. Nu dus trainer van Dordrecht en die krijgt hier een goede kans weer, zeg. Christian Conte, de huurling van Feyenoord, dichtbij zijn 3e treffer van het seizoen. Van Vlerken dan namens Almere City. Dort krijgt die bal niet lekker weg. Puriel zet de combinatie dan op met Wildeboer en dan is het 1-0 voor Almere City. Treffer van Jervy Puriel. Zijn eerste in het betaalde voetbal. En dat is lekker voor die nog maar 19-jarige Puriel. Goeie combinatie in de 16 met Wildeboer en dan is ook Bossin gepasseerd en leidt Almere City. Dordrecht thuis 3 wedstrijden ongeslagen, maar het komt nu op 2-0 achter zelfs. Daar wordt wat getwijfeld in de defensie en Tijmen Wildeboer scoort dan voor Almere City. Bossin blijft staan, Wildeboer scoort. En dat is lekker voor Tijmen Wildeboer die het vertrouwen heeft gekregen van Alex Pastoor. En voorlopig de eerste spits is bij Almere City. En hier is Dordrecht weer dichtbij een aansluitingstreffer, zeg. Stijn Meijer kop tegen de paal. En zo gebeurt er genoeg in deze eerste helft. Was Dordrecht niet veel minder dan Almere, maar staat het wel met 2-0 achter. En dan begint het ook nog eens heel slecht aan de tweede helft. En is dit een enorme kans op de 3-0. En Wildeboer schiet wat slapjes in. En dan in het vervolg de bal wel op de lat nog van Lens Duivenstein. Hier komt de bal bij Van Vlerk. Wat doet hij nou? Oh! Dat is een hele merkwaardige kluts. En dan is het Bram van Vlerken die zijn eigen doelman Bakker kansloos laat. Schuurman schiet die bal tegen het scheenbeen van Vlerken. En zo kun je dus ook scoren. En is de spanning weer terug. We zitten dan in de slotfase van de wedstrijd. Dordrecht neemt natuurlijk dan wat meer risico. Bal voor het doel gebracht. En daar is good old Kevin Vermeulen. De invaller. Hij knikt de 2-2 binnen. Vorig seizoen werd het hier ook 2-2. En eerder dit seizoen in Almere werd het ook 2-2. Dus zo verrassend is het dan ook uiteindelijk niet. Maar het was wel een hele leuke wedstrijd. Maar met dit resultaat, daar schieten allebei de ploegen weinig op.